lang als breed, of schuin, of driehoekig. Dat zijn allemaal afslagen. En de dingen waarvan ze afgeslagen zijn, dat zijn de kernen. En een werktuig is een afslag of een kling of een lamel, die nadat die is afgeslagen weer bijgewerkt is. Onderdeel van de cursus was een veldverkenning op de Westerheide. De Westerheide ligt op de stuwwal tussen Hilversum en Laren en is een archeologisch belangrijk gebied waar zich onder meer grafheuvels en de restanten van een urnenveld bevinden. Tijdens de veldverkenning zijn we op zoek gegaan naar mogelijke vuurstenen werktuigen. Er is aardig wat vuursteen gevonden, zoals hier te zien. Daar zaten twee afslagen bij. Deze afslagen die zijn gevonden op een plek waar tot dat moment nog geen vuursteenfondsen bekend waren en zijn dus van belang voor de archeologische kennis van het gebied. Even kijken, nou rechts in het beeld, wij, behalve Tom, zijn zoogfiets. Met een wielerbuggetje over. En toen begaf jouw fiets te echt, denk ik. Hey, hier al. Oh, hier al. Oh, toen hebben we dit lange rechte pad gegeven, dus zijn we hier rechts afgegaan. En toen, even kijken, bij deze eenzame boom hier links, hier is zo'n beetje de boom waar we de fietsen gezet hebben. Ja. Dus het veldwerkgebied was hier. Hm. Dus zo'n veldverkenning in, zeker in deze gebieden, is iets wat heel veel, wat gewoon heel veel tijd kost. Om daar goed te leren zoeken. Dus het is geen makkelijk gebied om te beginnen. Maar het principe van in lijnen naast elkaar lopen, dat is heel handig. Dat is de manier om het te zoeken. Als je een vuursteen vindt op de hei, is al gauw de vraag: zou dit nou een prehistorisch werktuig zijn geweest of een natuurlijke vuursteen? Een van de onderdelen van de cursus was om systematisch de kenmerken van vuurstenen te bekijken en zo te zien of het een werktuig was. Helmi, je bent vrijwilliger bij Geologisch Museum Hofland. Ja. En je hebt aan deze cursus meegedaan. Wat vond je van de cursus? Ik vond de cursus heel erg interessant. Ik heb eraan meegedaan omdat ik eigenlijk op het gebied van gesteenteherkenning nog een hoop te leren heb. En voor mijn vrijwilligerswerk bij het museum is het heel erg leuk als wij aan de gasten iets meer kunnen vertellen dan alleen maar een hartelijk welkom heten. Ja. En wat vond je het leukste deel van de cursus? Het leukste deel voor mij was het archeologische stuk, want dat is altijd mijn passie al geweest. En het herkennen van artefacten, ik wist niet dat er zoveel bij kwam kijken en dat was heel erg interessant om mee te maken. Zou je verder willen gaan met archeologie? Ja, het is mijn passie, zoals ik al zei. En ik krijg nu de neiging om zelf te gaan zoeken. Het is zeker de bedoeling om ermee door te gaan. Leuk om te horen, dankjewel. Graag gedaan. Press play, don't press pause. Progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. When kids are walking.